Bouw je eigen camper, groot en geel. Ik heb de accu op zijn plaats gezet. Maar ik sluit hem nog even niet aan, want ik ben nu eerst even bezig het systeem onder stroom te zetten met een extern voedingje. Het voordeel daarvan is, als er iets fout is, dit voedingje dat geeft maximaal 10 ampère. Dat overleeft een apparaat makkelijker dan als dat hij meteen 500 ampère of zo voor zijn bek krijgt en er is iets niet goed. Een van de eerste dingen die ik wil proberen is de omvormer. Even kijken, hij begint te cyclen. Oh, hij begint ook meteen, ik heb een lampje aangesloten. Dat begint ook meteen te branden, dus dat is ook een goed teken. Oh, het lampje knippert. Ik weet het al. Hij staat nu in de eco-stand en dan probeert hij iedere keer even of er stroomafnemers op het stopcontact staan. Dat voelt hij even. Maar dit lampje is zo licht, het houdt hem niet aan de praat. Om hem aan de praat te houden zou ik, even kijken hier, hem in de constante stand moeten zetten. Kijken of dat werkt. Ja, dat werkt. Het lampje blijft nou constant branden. Dus de omvormer die geeft constant stroom. We kunnen nog eens even hier kijken. Dit is de Artlex schakelaar. Ja, die klikt netjes uit. Nou, dit is de hoofdzekering van de 220 natuurlijk. Even kijken, die kant op draaien. Ja, alles stopt meteen. En de stroom valt meteen helemaal terug naar nul. Nou, dat is netjes. Nou, ik ga langzamerhand alle systemen nalopen en er zitten een heleboel zekeringetjes nog niet in. Die doe ik er één voor één allemaal in om eens even te testen of het goed gaat. De pomp tikt. Het geluid van een snorrende kachel in mei ergens. En ik kan hem best goed gebruiken nou. De kachel brandt en eigenlijk in één keer. Nou heb ik hem wel eventjes, op deze stekker heb ik even losgetrokken. Dat is van het pompje. En dan heb ik met mijn voeding heb ik tikjes gegeven, zodat de pomp zichzelf eerst al de slang een stuk vol zoog. En dan gaat het allemaal veel sneller. Nou, van de eerste keer start het niet op. En uit deze buis komt heerlijke warme lucht. Deze buis maar een heel klein beetje, maar dat had kijker Stijn al voorspeld, dat die bovenste buis niet zo hard zou blazen. Dus ik moet deze wat gaan temperen. Dan moet ik iets, een kartonnetje maken of zo, wat een beetje afsluit. Dan gaat die andere vanzelf harder blazen. En dan komt het weer in evenwicht. Ik heb de waterkoker aangezet met 1 liter water. Nou, die waterkoker is iets van 900 watt. En als ik hier op de energiemeter kijk, dan zie ik dat die ruim 1 kilowatt verbruikt. En ook op hier zie ik ook ruim 1 kilowatt. 81, 82 ampère. En dat wordt natuurlijk leuk om te zien hoe de cellen zich houden. Of ze niet uit de pas gaan lopen onder zware belasting. Nou, het ziet er allemaal mooi uit tot nu toe. De omvormer die is 1200 volt ampère, dus die moet een kilowatt wel kunnen hebben. Hij blaast wel, maar dat is niet onlogisch natuurlijk. Het komt allemaal uit deze accu, die heb ik net aangesloten. En de BMS die wordt niet, die voel je niet, geen warmte. Ook de bekabeling voel je geen warmte. Ja, het gaat eigenlijk helemaal perfect. Ik ga de tijd opnemen, zien hoeveel minuten die erover doet. En we zitten nu op 70%, dus er zouden zo'n 8% uit de accu genomen zijn om een liter water te koken. En het heb 7,5 minuut geduurd. Ik had eigenlijk een procent of 5 verwacht, maar we moeten die accu maar eens een paar keer cyclen en eens even kijken wat er allemaal gebeurt. Het ziet er verder eigenlijk best allemaal hartstikke gezond uit. De waardes van de cellen blijven ook mooi in de buurt van elkaar. Is gezond, is goed. We zijn weer aan het plakken. En wat plakken we? Latjes op de deur.
Dan wordt die ook netjes, want al de tijd had ik daar eigenlijk nog niks aan gedaan. Maar het is nu wel tijd om die ook netjes te maken. We hangen de deur op met heel veel kleine schroefjes. Het bed heeft nou wel zijn definitieve vorm gekregen, denk ik. Ik heb er een bodem in gelegd, zodat je ook een plafonnetje hebt aan de andere kant. En we gaan weer eens hijsen. Nou, als je draait. Ja, ik hou hem nu maar met. Ik slinger alleen maar. En ik hou hem niet vast. Wat eigenlijk volgens mij wel zou moeten. Want je hoort nu dat hij een beetje heen en weer gaat. Dat hij een beetje bonkt tegen de wanden. Dan heb ik hier tussen vilt gedaan. Nou, dat zorgt in ieder geval voor dat er geen krassen komen of zo. Nou, we zijn er al bijna. En het gaat heel mooi, gelijkmatig, omhoog. Het hangt nou al. Kijk eens, mooi plafonnetje. Ik moet nog hier iets maken dat het beter aansluit als die dicht is. Maar dit gaat prima zo. Ietsjes. We moeten nog een houtje maken, denk ik, die hem het laatste stukje nog even begeleidt. Maar het bed hangt. En het heeft een plafond. Nou, de tafel dan even neerzetten. En je bent weer klaar.